Vorige maand maakte ik een video over het onderzoeken van een aandeel. En ik gebruikte Shell daar als voorbeeld, omdat ik dat zelf een interessant aandeel vind, juist om te gaan onderzoeken. In die video hebben we naar het bedrijf gekeken om een beter beeld te krijgen van het bedrijf. We hebben toen de laatste kwartaalcijfers bekeken. Dat was toen kwartaal 2 van 2020. We hebben het laatste nieuws over het, over het bedrijf bekeken, over Shell. En op basis daarvan hadden we een paar punten die we nog uit moesten gaan zoeken. En dat zijn eigenlijk de punten die ik in deze video wil gaan bekijken. En specifiek gaan we dan kijken. Naar de laatste vijf jaar, wat is toen de omzet en de winst geweest van Shell? En ook in die jaren kijken van wat was de prijs van olie en van gas? Om te zien in de jaren van dat het goed gaat met gas, dat het duur is. Profiteert Shell daarvan? Zijn ze dus afhankelijk van de prijzen van olie en gas? En dat ook eigenlijk een beetje vooruit plannen van wat zijn de verwachtingen. Zowel voor het verbruik van olie en gas, maar ook de prijzen van deze twee. En zeker ook waterstof. Zodat we een beter beeld kunnen krijgen van wat de toekomst gaat brengen en in hoeverre de Shell daarvan kan profiteren. Dat zijn dus dingen voor deze video. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van een passiefinkomen.nl. Op dit kanaal maak ik elke week drie video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Zoals gezegd, dit is het tweede deel in een serie waarin we een aandeel gaan bekijken, een aandeel gaan waarderen misschien ook wel, om te kijken of het interessant is om in te investeren. En ik zal van tevoren alvast even zeggen, we gaan in deze video bij Shell niet naar de financiële cijfers kijken en zeker ook niet naar het dividend. Dividend is voor mij in ieder geval niet de reden om in Shell te gaan investeren. Dat is voor heel veel um, aandeelhouders die Shell al hebben, dat was wel heel erg belangrijk. Shell was altijd echt een dividendaandeel. Um, daar ga ik me dus niet op focussen. De reden waarom ik dat doe is omdat ik eigenlijk wil gaan kijken naar het bedrijf in de toekomst. Financiële cijfers zeggen vooral iets over de afgelopen jaren en niet zozeer iets over de toekomst. Ik vind het dan wel interessant om natuurlijk die winsten en verliezen van die laatste jaren te kijken. En naar de prijzen van olie en gas. Maar wat veel interessanter is, is olie en gas in de komende jaren. En dat een beetje proberen terug te koppelen naar wat het mogelijk zou kunnen zijn voor een bedrijf als Shell in de toekomst, komen we toch wel op cijfers uit. Maar het is niet zo dat we in deze video continu gaan kijken naar de laatste kwartaal of jaarcijfers. Maar laten we dus gaan kijken naar die olie- en gasprijzen van de laatste jaren en ook naar de koers van Shell. Laten we daarmee beginnen met de koers. Hier zien we de koers van het aandeel Shell in, de laatst, in het laatste jaar, de laatste twaalf maanden. We zien dat we van hoog zijn gekomen van bijna 30 in het begin van het jaar. Toen kwam corona, ging de koers natuurlijk hard onderuit. En inmiddels in de laatste paar dagen, sinds dat het vaccin mogelijk vaccin van Pfizer is aangekondigd, zien we weer een flinke piek. We staan er volgens mij inmiddels weer 20% hoger dan het einde van vorige week. En kijken we dan naar de koers of de prijs van een vat brentolie, hetgene waar Shell vooral in doet, dan zien we ook daar eigenlijk een beetje eenzelfde trend in. Begin van het jaar stond het een stuk hoger, de prijs is toen hard gedaald uh, ja, tijdens de coronacrisis natuurlijk, de vraag naar olie uh, nam af. Waardoor natuurlijk de prijs automatisch zakt. Uiteindelijk is het dan wel het laatste half jaar een beetje in terug een krabbelen. En hangt het een beetje stabiel zo tussen de 35 en 45 of Zoals we hier kunnen zien. En het grappige is dan als we deze twee uh, dingen over elkaar heen leggen. Dan krijgen we deze grafiek. En wat we dan eigenlijk zien is dat die in het begin van het jaar nog redelijk. Ja, overeenkwam de koers van Shell met de prijs van olie. Een beetje dezelfde trend, misschien ooit een beetje een vertraging erin. Maar eigenlijk vanaf halverwege mei, juni, gaan deze twee uit elkaar. En is het dus eigenlijk de, de koers van olie die wel omhoog gaat en stabiel blijft, terwijl juist de koers van Shell maar blijft dalen. Hieruit zouden we kunnen afleiden dat dus eigenlijk Shell. Te hard wordt afgestraft. Zagen we ook wel een, trouwens laatst een beetje in het nieuws. Dat artikel heb ik al eerder gedeeld in een van mijn video's. Over dat ook pensioenfondsen, grote fondsen met veel geld, zitten natuurlijk ook in Shell. Maar ook zij gaan richting de toekomst denken. Wat doet de toekomst? En zij bouwen vaak hun posities al af. En dat vaak ja, bij pensioenfondsen gaat dat om grote bedragen. Dus aangezien er dan misschien wel meer aanbod is, zeker in deze tijd in het aandeel Shell, zal de prijs dan ook verder onderuit gaan. En je zou dus eigenlijk verwachten lijkt erop alsof het aandeel heel vaak overeenkomt met de koers van olie bijvoorbeeld. Maar nu zien we dus eigenlijk een, een loskoppeling. En misschien vanwege corona nu en mogelijk dus het vaccin, dat het in de toekomst wel weer meer richting elkaar gaat komen. Maar voordat we naar de toekomst gaan kijken, wil ik nog even focussen op de laatste vijf jaar. Hier heb ik verschillende cijfers eigenlijk in een overzicht gezet. Zowel de winst, de omzet. Als de koersen van olie, maar ook het aandeel van olie of gas bijvoorbeeld bij, uh, bij Shell. En dan zien we hier dus de laatste vijf jaar, 2015 tot en met 2019. Dat zijn de volledige boekjaren. Met zoals gezegd bovenaan de omzet. We zien dat die in 2015 zeg maar 265 miljard dollar was. 2016 was wat minder. 2017 was dan weer boven de 300. Met het topjaar uh, 388 miljard in 2018. 2019 nam weer een beetje af. Ook bij de winst zien we dan natuurlijk in 2018 het hoogste bedrag staan. Het meeste omzet is vaak ook de meeste winst. En dat zien we hier ook met zo'n 24 miljard, terwijl in de andere jaren het eigenlijk heel erg varieert. We zien bepaalde jaren zoals 17 en 19 dat het zo'n 13 tot 16 miljard is, maar in 15 en 16 was het 2 tot 5 miljard, dus een stukken minder dan in die andere jaren. En hier zien we dus dat 2018 het topjaar was. En als we helemaal onderaan gaan kijken, die twee regels, de olieprijs en de gasprijs. Dit zijn de gemiddelde prijzen van het jaar. Je hebt natuurlijk pieken en dalen, maar dit is de gemiddelde, het gemiddelde van alle sluitingen van de, van de beurs of van de prijzen van die dag. Um, daar zien we natuurlijk ook in 2018, of niet natuurlijk, daar zien we in 2018 ook de hoogste koersen. 71 dollar voor olie en 3,15 dollar 15 voor gas. Dus het lijkt erop in de jaren dat die duur zijn, dat die hoog zijn, dat dat ook de jaren zijn waarin er veel omzet en dus veel winst is voor Shell. Want kijken we naar 2016, daar zijn juist de prijzen van olie en gas het laagste. En ook uh, de omzet is daar het laagste, de winst niet. Maar dat zou misschien kunnen komen omdat in 2015 bijvoorbeeld Shell iets in de boekhouding heeft gedaan. Een extra afwaardering, extra investeringen, noem maar op. Dat er daar natuurlijk de winst zegt niet altijd alles. Dat kun je nog wel een beetje aanpassen met investeringen of boekhoudkundig. De omzet niet. Dus het lijkt er wel een beetje op, op basis van wat we hier in ieder geval zien, dat de jaren, of dat de prijs in de jaren dat het goed gaat, ook de omzet hoog is. En juist andersom de jaren dat de prijzen laag zijn, de omzet en de winst ook lager zijn. En ik heb hier ook nog even de olieomzet en de gasomzet uh, ja, gespecificeerd vanaf 2017. Van tevoren kon ik het niet vinden. Uh, maar je ziet in ieder geval het hoogste wat betreft olieomzet met bijna 87% was in 2017. En toen werd het ieder jaar al een beetje minder. En bij gas is dat juist andersom. Die neemt telkens ieder jaar een beetje toe met zo'n half procent, zien we hier. Dus het is mogelijk dat olie steeds minder belangrijk wordt voor Shell. En gas juist steeds belangrijker. In ieder geval wat betreft omzet. Maar dat waren dus de cijfers van de laatste vijf jaar. Ik had het idee dat het wel een beetje aan elkaar verbonden was. Maar het lijkt natuurlijk ook wel op basis van deze gegevens dat het klopt. Aan de ene kant is het misschien iets te kort door de bocht, iets te makkelijk om dit te denken. Maar het lijkt er in ieder geval wel zo op. Laten we dan ook vooral gaan kijken naar de toekomst. Wat is daar de verwachting van koersen, van prijzen, van het verbruik? En laten we dan beginnen op de website van het Internationaal Energieagentschap. Te beginnen met olie. Nou, voor de crisis zou het... Als hun verwachtingen in ieder geval groeien naar zo'n 105 miljoen vaten olie per dag. En dat heeft nu natuurlijk een flinke klap gehad in 2020. De verwachting voor dit jaar is dat we zo rond de 90 miljoen vaten per dag gaan zitten. Um, in de toekomst zal het wel weer herstellen. Heel veel mensen, of ook deze bedrijven of instanties, denken dat het misschien nog wel tot 2021 of 2022 kan duren. voordat we eigenlijk weer op het niveau zitten. Um, van voor de crisis. Hier zien we in deze grafiek zelfs 2023, wat betreft olie. Maar we zien ook verschillende scenario's. We zien dat eerst dat stippenlijntje, dat was eigenlijk voordat corona kwam. Toen zou het uiteindelijk naar zo'n 105 miljoen vaten dus gaan. Maar er zijn ook verschillende andere uh, scenario's, afhankelijk van wat de politiek doet, um, wereldwijd natuurlijk. Dan zie je natuurlijk dat het de komende jaren afhankelijk van de twee bovenste zeg maar die blauwe en die oranje zo ongeveer rond de 100 miljoen zal blijven schommelen, terwijl we juist als we nu echt volledig overgaan op het vergroenen dat er dan al vrij snel een daling meer wordt ingezet en dat we dus eigenlijk de piek al hebben gehad. Kijken we naar BP, die denken dat het in 2030 is dat de piek wordt bereikt wat betreft olie. Terwijl juist Shell, of eigenlijk de CEO van Shell, die heeft eerder al aangegeven, hij denkt al dat die piek al is geweest en dat we dus nu niet meer op het niveau van voor de crisis komen. Kijken we nog verder naar verwachtingen van Shell, uh, wat betreft in ieder geval de brandolie, dan is die voor dit jaar dat we naar ongeveer gemiddeld 35 gaan. Nou, het lijkt erop alsof dat in ieder geval wel al herstelt. Het is een iets ouder cijfer dit, zeker omdat we nu alweer een tijdje zo rond de 40, 45 zitten. Maar voorheen hadden ze gedacht aan een gemiddelde van 60, 60 dollar per vat. Ook dat was eigenlijk de gedachtegang voor 2021 en 2022. Terwijl dat nu ook is bijgesteld. 2021 gaan ze uit van een gemiddelde van 40 en voor 2022 voor een gemiddelde van 50. Terwijl BP op de lange termijn zo rond de 55 ziet als een realistische prijs voor een vat olie. Kijken we dan naar gas. Uh, gas is een belangrijk onderdeel voor de omzet van Shell. Zij doen dan zelfs LNG, dat is nog uh, liquefied gas, dus vloeibaar gemaakt gas. Uh, dat heeft denk ik best wel een grote toekomst. Ook dat zagen we afgelopen weekend in een uitzending van Zondag met Lubach. Daar ging het ook een gedeelte over gas en olie. Uh, vooral gas natuurlijk in dit geval, omdat we juist in Nederland vooral bezig zijn om uh, de gasvelden in Groningen te sluiten. En dat we juist willen vergroenen, dat doen we dan met biomassa... terwijl juist heel veel andere landen gas nu omarmen als tussenoplossing... omdat het dus eigenlijk beter is dan uh, biomassa, omdat dat heel veel CO2 uitstoot... gas een stuk minder, maar ook wel weer beter is dan olie... en we zijn nog niet op de stappen om alles maar over te zetten naar zonne-energie, windenergie... dus de tussenstap lijkt dan gas te zijn... En als Nederland anders denkt dan de rest van de wereld, dan kan het zo zijn, of zal het waarschijnlijk zo zijn, dat gas in de toekomst belangrijker gaat worden. Ook dat zien we op de website van het Internationaal Energieagentschap. Dit jaar was er een, een drop, een dip van 4% te zien, terwijl op de langere termijn, richting 2025, in ieder geval een groei wordt verwacht van 1,5% per jaar. Ook dat is minder dan voorheen werd gedacht. Voor de coronacrisis werd het dan uitgegaan van 1,8% groei. Dus ook dit heeft gewoon impact gehad. Bedrijven hebben misschien wel andere investeringen gedaan. Verduurzaamd uh, ja, eigenlijk richting de komende jaren. Uh, dus ook hier zien we een, een kleine krimp van de verwachte groei. Maar de groei die er is, die komt vooral vanuit Azië. Daar komt bijna de helft van de groei, wordt verwacht dat die vanuit Azië gaat komen. En kijken we nog naar de koers van natural gas. Dan uh, zien we dat die in het begin van het jaar zo rond de 2,5 dollar zat. Uiteindelijk nog eens gedaald naar 1,5 dollar. Maar ook zeker de laatste maanden weer eens gestegen naar bijna 3,5 dollar. En dat is ook een beetje de verwachting van Shell. Op de lange termijn gaan ze uit van zo'n 3 dollar. Maar op de korte termijn zal het schommelen tussen 1,75 en 2,75 Dollar. 75. Gas is vaak afhankelijk van de olieprijs. Alleen dan met een vertraging van 3 tot 6 maanden. Dat heeft met contracten te maken. Het is ook heel erg afhankelijk van het weer. Komt er een heel erg koude winter aan, wordt bijvoorbeeld veel meer gestookt, is de vraag naar gas veel hoger, wat de prijs ook opdrijft. Nou, de laatste paar jaar hebben we niet zo'n strenge winters meer gehad, juist heel erg zachte winters. Waardoor natuurlijk in die tijd ook de prijs van gas dus is gedaald, omdat er gewoon minder vraag naar was. En dan komen we bij de grondstof van de toekomst, waterstof. een van de redenen waarom ik juist naar het aandeel van Shell ben gaan kijken, omdat je uit het nieuws heel veel haalt dat zij... Volop investeren in waterstof, juist omdat zij ook denken dat dit de toekomst is. Alleen niet de toekomst binnenkort, maar zij gaan uit van over 10 tot 15 jaar dat de techniek en de prijs en alles pas zo goed is dat we het echt op ja, grote schaal kunnen gaan gebruiken. Ik kan er nu alleen heel weinig informatie over vinden, zeker in het geval van Shell. Ik kan eigenlijk niet echt zien van wat doen ze nou precies. Hoeveel doen ze? Het komt in ieder geval niet terug, zie ik zo snel in de cijfers. En ik had eerder dacht ik ergens gelezen dat het minder dan 5% is. Maar als ik ga kijken dat gas uh, bij Shell zo'n 12% is, denk ik dat waterstof stukken minder is. Echt minder dan 1%. Waarschijnlijk op dit moment. Dat is echt iets voor de toekomst. En zeker, ze zijn er misschien nu wel mee bezig. Het kost heel erg veel geld. En we zien dat nu ook nog niet terugkomen in de omzet. En dus ook zeker niet in de winst. Gaan we weer kijken naar wat de toekomst over waterstof zegt. Wat ze verwachten dat de demand wordt, dat de vraag naar waterstof wordt. Dan zien we weer op de website van het Internationaal Energieagentschap dat het zeg maar, 16 keer zo groot wordt als dat het nu is, over 10 jaar. Uh, we zien nog wel de eerste komende paar jaar een kleine groei. Uh, maar zeker in één keer dan een stap naar over 2030, zeg maar, dat daar een flinke groei wordt verwacht. Deloitte ziet het, het eigenlijk heel anders. Zij zien pas echt een groei na 2040... Waarschijnlijk ook omdat dan pas echt de techniek en uh, het klaar is, het, het op grote schaal geïmplementeerd kan gaan worden. En dat is dus ook wat Shell zelf zegt: dat zij nog 10, 15 jaar zeker wel nodig hebben. voordat het proces helemaal goed is en het dus goedkoop kan worden toegepast. En dan wordt het dus ook pas echt interessant voor de markt om dat dan pas te doen. Um, Oké, okay, in het begin zal het nog wel wat geprijsd zijn. Uh, maar je wilt natuurlijk ook eigenlijk maken met groene energie en niet met grijze energie. Dus dat speelt allemaal mee. Dat heeft gewoon nog tijd nodig om, ja, om op dat punt te komen dat het ook al die dingen, al die vakjes zeg maar afvinkt. En dat het ook echt een interessant alternatief wordt. Dan wil ik ook nog even gaan kijken naar de laatste kwartaalcijfers van het derde kwartaal. Alhoewel ik eerder al aangegeven dat ik daar niet de focus op wil leggen. Vind ik het wel belangrijk om er toch even natuurlijk naar te gaan kijken. Omdat het weer het meest actuele beeld geeft over het bedrijf. En zeker in deze corona... Uh, Crisis die we eigenlijk hebben, is dat heel erg interessant om in ieder geval uit te gaan van die laatste cijfers. Nou, hier zien we dus een overzichtje vanuit het derde kwartaal um, en we zien ook een vergelijking met het tweede kwartaal of van dit jaar of het derde kwartaal van vorig jaar, dat we een beetje een betere vergelijking kunnen maken. We zien dus dat ze afgelopen kwartaal, zeg maar, uh, bijna 500 miljoen dollar winst hadden gemaakt en dat is zeg maar zo'n. Een tiende van wat er vorig jaar was, maar wel weer stukken beter dan in het tweede kwartaal. Maar daar zien we een min van 18 miljard staan. Dat heeft vooral te maken natuurlijk met afschrijvingen die ze hebben moeten doen vanwege deze crisis. Maar het belangrijkste is dat ze gewoon dus winst maken en ook weer dat ze volop cashflow hebben. Dus dat geld wat ze eventueel weer kunnen gebruiken voor de toekomst om daarin te investeren. Kijken we nou rechts op dit schemaatje, dan zien we de eerste negen maanden van 2020 vergeleken met 2019. En wat ik hier dan ook weer wil bekijken is juist naar die cashflow, want die is zo belangrijk. Ja, hoeveel geld houden ze over uit hun werkzaamheden, uit zijn dingen om weer terug te stoppen bijvoorbeeld in het bedrijf of uiteindelijk misschien wel weer dividend uit te gaan keren. Dan zien we dat na de eerste negen maanden van dit jaar dit eigenlijk maar 13% minder is dan vorig jaar. Dat, ja, gezien de koersen, gezien de crisis, vind ik dit best wel meevallen. En dat is eigenlijk best wel een goed teken uh, voor een bedrijf zoals Shell. Dat zelfs in deze tijden, in deze lastige tijden, dat ze toch redelijke marges maken en geld overhouden, heeft natuurlijk ook te maken dat ze nu geen dividend uitkeren. Dat ze al verschillende besparingen hebben doorgevoerd. Uh, verschillende investeringen niet meer hebben gedaan, en ook zeker richting de toekomst nog meer bezuinigingen, eigenlijk aankondigen. Uh, dat weten we eigenlijk pas volgend jaar. Uh, begin februari worden de cijfers bekend van heel 2020. Maar een week later komt dan Project Reshape, zoals het blijkbaar wordt genoemd. Dat is eigenlijk het plan van Shell voor de toekomst. En dat gaat eigenlijk dus al gepaard met die heel veel banenverliezen die ze al hebben aangekondigd. Echt een blik richting de toekomst, omdat Shell gewoon moet veranderen, omdat te. De wereld verandert gewoon, zeker energie is, ja, is al veranderd, is al aan het veranderen, maar er gaat nog heel veel veranderen. En daarmee komen we aan bij de voorlopige conclusie. Zoals gezegd, de, een van de redenen, of eigenlijk de reden waarom ik Shell wilde gaan onderzoeken, was juist die waterstof. En ik kan er eigenlijk heel weinig over vinden. In ieder geval niet, ja, ik heb best vandaag best wel veel gezocht, ik ben bijna nergens iets tegengekomen, behalve marketingpraatjes, persberichten over dat ze met waterstof bezig zijn, maar niet echt cijfers. En het kan dus ook zomaar zijn dat misschien het nu nog gewoon te vroeg is om er echt op basis van waterstof te investeren in schel. Uh, ze hebben zelf al gezegd dat het nog 10, 15 jaar duurt. Maar dat zien we eigenlijk ook in alle berichten, alle schema's die we net zagen. Pas op de lange termijn zal de vraag naar waterstof echt groot, groot worden, echt toenemen. Kijken we dan naar olie, dan zien we dat dat nu natuurlijk dipt omdat de vraag afneemt. Maar dat de verwachting is dat de vraag wel weer toe gaat nemen. Mensen gaan niet continu thuis blijven werken. Mensen gaan daar ook weer gewoon op vakantie. Dus het, de vraag naar olie zal toenemen. Ook de verwachting is dan wel dat de koers weer zal toenemen. Alleen, ja, dat gaat misschien nog jaren duren... voordat we weer op het oude niveau terug zijn. En we moeten dus rekening mee houden... dat we een beetje rond de koers en prijzen van 2016 zitten. In dat geval hebben wij Shell gezien... dat ze in dat soort jaren een best wel mooie omzet... en dus ook winst weten te boeken. Dus dat is al stukken beter dan nu. Dat is al eigenlijk best wel interessant... Um, niet alleen omdat je dan kunt investeren voor die mogelijke winsten, maar juist ook omdat olie gewoon in de komende jaren zeker heel erg belangrijk blijft. Natuurlijk zijn we bezig met een overstap naar elektrisch rijden, maar dat gaat niet heel snel. Het gaat natuurlijk wel met een S-curve, heel erg belangrijk trouwens. Om um, dat in de gaten te houden. We gaan niet lineair in één keer stijgen met EV's. We gaan juist in een S-curve. Maar dat heeft ook gewoon nog een paar jaar nodig. Niet iedereen stapt in één keer over in een elektrische auto. En zeker niet, um, ja, misschien wel in Europa, maar in Amerika bijvoorbeeld stukken minder. Dus daar moeten we allemaal rekening mee houden. Dus olie blijft gewoon belangrijk. En dus het belangrijkste onderdeel van Shell is ook gewoon nog relevant in de komende jaren. En kijken we naar gas, dan zien we dat nu al de prijzen hard stijgen. Ook de verwachting is dat er wel dit een beetje de prijzen zijn voor de komende jaren. Zoals gezegd, gas lijkt steeds belangrijker te gaan worden... juist omdat het meer beter is voor het milieu... ten opzichte van biomassa of misschien wel olie of andere dingen. En we gewoon nog niet op het punt zijn om alles met groene energie te doen. Dus dit lijkt een goede tussenstap. zal ook de vraag gaan toenemen en de prijzen dus gaan stijgen. En zeker omdat het eigenlijk ook nog een groeiend onderdeel is van hun omzet. Het wordt steeds belangrijker voor de omzet. Is dit wel mooi meegenomen voor Shell? Dan hebben we hebben dus eigenlijk een paar redenen... waarom Shell op dit moment in ieder geval wel interessant is... Het is dus juist niet de waterstof waar ik in het begin van uitging, maar juist bijvoorbeeld dat olie steeds relevant blijft. Dat gas, waar Shell ook groot in is, dat de komende jaren zeker relevant gaat zijn. En als we dan kijken naar die cijfers, die laatste kwartaalcijfers, dan gaat het eigenlijk helemaal niet zo slecht. In ieder geval, het had stukken slechter gekunnen met dit bedrijf. Zeker omdat de toekomst er gewoon weer stukken beter uitziet dan op dit moment. En dus denk ik eigenlijk positiever over Shell dan dat ik eerder deed, juist omdat ik deze informatie nu heb. Al denk ik ook nog steeds dat misschien de mogelijkheden juist voor Shell in de toekomst wel heel erg gunstig zijn, omdat ze zij al deze locaties al hebben, al deze tankstations zitten vaak op belangrijke plekken. Misschien kunnen ze daar binnenkort wel oplaadstations neer gaan zetten. Nemen ze bijvoorbeeld een bedrijf als FastNet over, of gaan ze gewoon een nieuwe FastNet zelf starten, want ze hebben eigenlijk genoeg kapitaal om dit te doen op de juiste plekken. En zeker ook wanneer we richting waterstof gaan. Ook dan ga je wel weer even kort tanken bij een tankstation. Alleen geen benzine, geen olie, geen diesel, maar juist dus waterstof. En dan zijn ook deze tankstations nog steeds relevant. Aan de andere kant willen we van het CO2-probleem af, kunnen we dat misschien in de toekomst wel opslaan. Waar wil je dat opslaan? Dat zijn juist in wel misschien wel gebruikte, lege gasvelden, olievelden. Dus ook dan is misschien nog wel een optie voor Shell in de toekomst. En daarom vraag ik juist nu naar jullie feedback. Wat denken jullie? Heb jij nog ideeën of nog meer informatie die ik niet heb behandeld in deze video of die je hebt kunnen vinden? Misschien wel over het waterstof bijvoorbeeld. Dat soort informatie. Heb je misschien nog andere ideeën of juist feedback op dingen die ik al wel besproken heb? Laat dat dan weten in de reacties hier onder deze video. Dan kan ik dat meenemen naar de derde video waarin ik juist jullie feedback wil gaan behandelen. Eventueel nog iets meer focus ga leggen in die video juist wel op die financiële cijfers. Omdat het er misschien toch wel naar uitziet. Vind ik dat Shell zeker de komende jaren relevant kan zijn. Zeker tegen deze koersen. Hangt een beetje af wat de koers in de komende tijd gaat doen. Want we hebben nu dus gezien met dat vaccin nieuws, dat zal 20% stijgen. Dus we hebben misschien iets minder upside dan dat we eerder hadden. Maar ik denk nog steeds, zeker op de korte termijn, kan het een interessant uh, aandeel zijn. Dus laat jullie tips, informatie en ideeën achter in de reacties onder deze video. Zodat ik die in de volgende video kan gaan behandelen. Wil ik je tot zover bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Dan weet ik welke onderwerpen jullie leuk vinden. Kan ik meer van dit soort video's maken? En wil je meer van dit soort video's zien, maar bijna geen lid van het kanaal? Ik maak dus elke week drie video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Klik onder deze video op abonneren. Klik op het bel-icoontje om altijd weer een melding te krijgen als die nieuwe video online staat. En dan hoop ik jou weer graag bij de volgende video te zien.